in de sok te stoppen omdat hij anders in de ketting zou komen. Maar ik op een gegeven moment van achter een rat vastgegrepen door een man die zegt van de politie te zijn. Ik stond weer wezenloos en ik kon niet rustig de kaart bekijken die hij vlak voor mijn huis hield. De eerste reactie was dat ik overvallen werd bij een andere idioot, dus probeerde los te komen. Maar al gauw werd ik er nog twee keer beetgepakt en voor ik het wist had ik hem aan de hand. Op de radio had ik het nieuws gehoord. Er waren rellen in de stad. En ik ging kijken. Uit nieuwsgierigheid, ik weet geen ander woord. Er waren rellen in de stad. En ik ging kijken. Ik haat geweld. Ik ben geen held, dus ik stond wat achteraan. Voor ik het wist werd ik van achter beet gepakt. Ik had ze nog niet opgemerkt. En eerst, door een mannenpijp werd ik op straat gesmakt. Ik had ze nog niet opgemerkt.